Harry Heijblok uit Lent. Die zwemt 3 keer per week in het ijskoude water van de Waal. Hey joh. Harry? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is niet echt lekker weer om in de Waal te zwemmen, zeg maar. Nee, dat klopt. Maar goed, ik ben wel getraind, zou ik maar zeggen. Dus ik ben vanaf de zomer ben ik begonnen. Oh. En ik ben een beetje met de temperatuur van het seizoen meegegaan. Dus het valt best wel mee eigenlijk. Maar ja, wanneer heb je er voor het laatst gezwommen, Harry? Eergisteren. Ja, maar goed, ik doe het maar 3 minuten. Ja. Dus ik hou het wel veilig natuurlijk. Maar, nou, 3 minuten. Ik bedoel, ik zou... Sorry. Ik zorg dat ik goed warm ben van tevoren, dus dat werkt. Maar nu dan toch even de misschien wel meest cruciale vraag. Waarom? Ja, omdat ik het lekker vind. Ik ben ook een hardloop. Ik weet gewoon op een gegeven moment beginnen die endorfines te werken, zou ik maar zeggen. En dat heb ik met zwemmen ook. Dus ik ga erin en na 3 minuten ga ik er weer uit. En dan heb ik een heerlijk fris gevoel voor de rest van de dag. Ja, maar dan zeg ik ga lekker naar een zwembad dan toch, of niet? Of, misschien een hele gekke opmerking. Nee, dat is geen gekke vraag, maar dat koude water, ja, dat doet toch iets met je energie. En bij mij werkt dat. Maar hoe koud is het nu? Hoe warm is dat water? Het is volgens mij nu 3-4 graden. En ja, het vriest. Ja, het is niet bevroren, dus het is niet onder nul. Dus, dus jij zegt, zolang het nog niet bevroren is, dan zwem ik er gewoon lekker tussen de ijsrotsen door, eventueel. Ja, precies, ja. Maar is het gevaarlijk? Want jij zegt, ik ga maar 3 minuten. Maar je hoort toch wel eens van mensen als in het water dat je spieren en zo, het verstijft allemaal. En op een gegeven moment kun je niet meer zwemmen. Nee, dat klopt. Nee, dat moet je natuurlijk tegengaan. Maar je moet het wel trainen. En ik hou het echt wel in de gaten, hoor. Want ik zorg ervoor dat ik warm ben. Dus ik train, of ik loop eerst van tevoren hard. Ja. Dus mijn spieren gewoon warm zijn. Ja. Nee, je moet dat niet zomaar doen als je net achter de bureau hebt gezeten. Maar je bent goed opgewarmd, dan erin gaan. Ja. En dan gaat het goed. Weet je, is het gezond? Weet je dat of niet? Heb je dat wel eens uitgezocht? Ik heb dat boek van Wim Hof, de IJsman. Ja, de IJsman, dat ga ik niet volgen, hoor. Maar het schijnt wel zo te zijn dat je op een of andere manier... Nou, wordt een beetje een medisch verhaal. Ja. Maar dat je een soort koortsaanval krijgt als je in het water gaat. Ja. Waardoor je ziektekiemen ook vernietigd worden, zodat je minder ziek bent. Maar goed, dat is de reden waarom ik het doe. Nee. Maar dat schijnt wel een bijwerking te zijn. Maar jij vindt het gewoon lekker, je voelt je er goed bij. Dat is eigenlijk gewoon het verhaal. Ja, precies. Maar even, ga je in een wetsuit of in een speedo? Nou, in het filmpje zie ik gewoon dat je... In de hardloopbroek ga ik. Dat vind ik het makkelijkst. Dus dan, kijk, nu stap ik lekker een luxe auto uit. Maar straks als het weer wat warmer wordt, dan ga ik eerst hardlopen. En dan ga ik de laatste paar minuten nog even zwemmen. En dan loop ik weer terug. Maar jij rijdt met de auto, rij je daar naartoe. Naar de Waal, zet je auto aan de kade en dan spring je erin. Ja, en het is even voor de duidelijkheid niet de Waal zelf. Het is de Spiegelwaal bij Lent. Ja, oh. En dat is een soort zijtak, want in de Waal is het echt te gevaarlijk. Ja, precies, oké. Omdat er gewoon stroming staat. Ja, oké. Okay. Dus, Ik ben gewoon benieuwd. Spring je erin of laat je je afzakken gewoon rustig? Dat laatste, want ik laat heel even mijn voeten eraan wennen en dan loop ik langzaam erin. Ik zweer het je. Hey, als ik in de zomer, als ik op Curaçao ben, heb ik al moeite om af en toe in dat water te komen, weet je wel. Maar dan dit, ik word helemaal bij de gedachte alleen al. Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ook had, maar zonder naar de goede te willen zijn, maar je went er gewoon aan. Dus op een gegeven moment, dat 3 keer per week doet en het is koud, dan is het iets minder, het wordt steeds minder koud. Maar is het geen idee, Edwin? Nee, wacht, ik weet niet wat je wil zeggen, maar het is bij voorbaat al geen idee. Nee, dat is. Maar je hoort wel mensen die ook zeggen van, wat ook heel goed schijnt te zijn, is de koud afdouchen. Ja, dat is ook goed, ja. Daar is het bij mij een beetje door gestimuleerd door een andere test waar ik aan mee heb gedaan. Ja. Het was een groep, die hebben ze een maand koud laten douchen en een maand warm laten douchen. Nou, ik zat in de laatste groep, dus ik dacht, shit, nou kan ik het niet proberen. Maar zo ben ik er wel mee in aanraking gekomen. Oh, doen ook heel veel mensen. Ja, precies. Ja, dat schijnt dat je er erg fit van wordt overdag. Maar goed, Harry, leuk om even van je te horen. Wanneer ga je weer? Morgen. Oh, mijn god. Je weet, vandaag gevoelstemperatuur -15, hè? Ja, precies. Ik hou een klein beetje rekening mee, toch. Oké, succes. Dankjewel en mooie dag vandaag, Harry. Oké, dank je. Bye.